De studenten van Drama Gent werken aan een voorstelling over de vrouw van Charles Manson. We gaan eens kijken naar een repetitie. De vier actrices zijn al volop begonnen aan een opwarming. Ja. Jij kiest ervoor voor een heel lange opwarming te hebben, een uur lang opwarmen. Ja. Waarom? Dat is ons meegegeven uit de opleiding vanuit Jan Steen, waarbij we werken met zeer fysieke inspanningen. Net voordat we op podium moeten, om je lichaam eigenlijk heel los te maken. En om alle blokkades en alle dingen die tegenwerken, om vrij en open te kunnen spelen, om die weg te werken. En dat gaat perfect door uitputting van je lichaam. Iedereen is mooi, de wereld is mooi. De wereld is een toverbal en geen mens weet hoe het worden zal. Maar één ding dat weet iedereen, je kunt het niet alleen. We moeten er samen iets van maken. Kom aan, wie wil er nog een knuffel? Je kiest hier vooral de vrouwen die hem zijn gevolgd. Ja, de vrouwen. Vier vrouwen. Waarom die? Omdat ik net hun verhaal zo tragisch vond. Omdat zij echt op zoek gingen naar geluk en liefde. En die dan ook vonden bij Charles Manson. Maar die liefde wordt dan zo misbruikt. Wat dan leidt tot die moorden. Kom. Niets, godverdomme. Wie wil er een knuffel? Ze zijn gratis. Is dat wat jullie willen tonen met deze voorstelling? Of wat jullie willen neerzetten? Mensen die gruwelijke dingen doen uit liefde? Mensen die op zoek zijn naar liefde. En die liefde vinden. En dat intense geluk van die liefde willen bewaren. En daar alles voor over hebben. Net omdat dat zo intens is. En dat dat dan geen grenzen meer kent om dat gevoel te beschermen en dat gevoel te behouden. Dat wil ik vertellen, dat die kracht van die liefde en het intens geluk zo krachtig kan zijn dat je er alles voor over hebt. Papa, blijf nog even. Er is nog zoveel dat jij niet weet, papa. Ik mag bovenaan de piramide staan. Ik ben verkozen tot hoofdcheerleader, papa. L-I-S-L-I-E, Leslie! Leslie was eigenlijk het perfecte prinsesje en ze had een heel goede band met haar vader. En van als die vader wegging, is dat eigenlijk beginnen aftakelen. Zo, de drang naar meer en naar het zoeken om dat gat op te vullen, die leegte naar. Mijn vader die ziet graag flessen en meisjes, mij. En mijn oudste broer Michael ziet ook heel graag meisjes. Ik ben het allermooiste meisje van de hele wereld, zegt hij. Susan is een vrouw van de extremen. Zij heeft een onwaarschijnlijk erge jeugd gehad. Misbruikt door haar vader, door haar broers, door de vrienden van haar broers. Ze heeft haar moeder moeten verzorgen toen die kanker had. En op een bepaald moment gaat ze dus alles loslaten om toch het geluk op te zoeken. We zijn ook vertrokken van de pure ellende van die vrouw naar eigenlijk bijna naïeve meisjes die meestappen in iets wat hun intens geluk geeft, intens geluk wat weinig van ons ooit zullen meemaken, naar meisjes zonder besef van grenzen, zonder besef van schuld, zonder besef van wat leven is, wat dood is, naar vrouwen die nu 40 jaar in de gevangenis zitten en nog elke dag geconfronteerd worden met één feit wat ze 40 jaar geleden gedaan hebben. I took away all that life. And I'm so sorry, only sorry is just a five-letter word, it's not enough. Het stuk eindigt met een stukje monoloog in het Engels. Hoe voelt dat voor jullie? Je kunt het nooit
treffender zeggen dan met hun woorden. Dus waarom zouden dan... Allee, we hebben een poging gedaan om te vertalen en we kwamen altijd weer uit dat de manier hoe dat zij het verwoorden en uitdrukken, dat is gewoon... Dat zegt alles. Hebben jullie geen schrik dat jullie de feiten minimaliseren door er zo'n voorstelling van te maken? Allee, ik hoop dat dat niet hetgene is wat eruit komt. En ik denk ook niet dat dat is. Ik denk die eindmonologen, dat daar juist heel voelbaar is hoe drastisch dat hun beslissingen zijn geweest. Dus ik denk dat dat juist het tegenovergestelde is van minimaliseren, maar juist heel hard interioriseren van wat er is gebeurd. Like sometimes when things are going great in my life and I'm feeling real happiness, I say to myself, you should have happiness, Leslie. You know? It's like a day-to-day thing I deal with.